Toen ik op de basisschool was, was ik eigenlijk nog niet met fietsen bezig. Ik zat op voetbal en ik sportte veel, maar aan wielrennen dacht ik helemaal niet. En toen ik een jaar of 14 was, toen moest ik dagelijks van Zuidhorn naar Groningen op en neer fietsen. Daar deed ik altijd behoorlijk hard, snel tempo. Voorovergebogen, over mijn lichtstuur en gewoon maximaal rijden. Ik heb ook nog een tijd in Krantenwijk gehad. Bracht ik elke dag de kranten rond. Een rondje van 5-6 kilometer was het wel. Dus had ik toch weer 10 kilometer meer op een dag. Eind 2004 heb ik me gemeld bij de Noordelijke Wielenvereniging. Ja, of ik misschien toch een wielrenner kon worden. Begin 2005 ben ik wedstrijden gaan rijden. In het begin ging het nog moeilijk. Maar langzaamaan ging het steeds beter.